Het was rond mijn 15e levensjaar. De thuissituatie was niet echt top. In dat jaar, dus toen ik 15 was, ik denk een stuk of 8 keer of zo verhuisd met mijn moeder. En mijn moeder die had toen een vriend, inmiddels een ex-vriend. Die was sowieso een beetje van de oude stempel. Was Joods opgevoed en zijn vader was dus tijdens de Tweede Wereldoorlog gevlucht uit Nederland. Een Engelandvader noemden ze dat toen. Dus die ging een klein boontje naar Engeland toe. En daar sloot hij zich aan bij de Prinses Irene Brigade om van daaruit weer bij de commando's aan te melden. En vervolgens is hij naar Nederlands-Indië geweest. Dus die ex-vriend van mijn moeder die vertelde me daar verhalen over. Rond de periode ook dat het niet zo lekker ging op school. Ik was gewoon zoeken en hij merkte dat. Nou, iedereen merkte dat volgens mij in mijn omgeving. Ik voelde dat zelf ook. En hij kwam toen met het idee van, hé, maar kun je daar misschien niet je energie in kwijt?